dat leek een gunstige keuze, want hij reed ineens weer een wereldbekerwedstrijd. Hij was nummer 6 van het Nederlands kampioenschap. Stoltenborg, goed gereden al dit seizoen. 6:23, dat is de zesde seizoentijd, maar een trage start. Herbert, deze mannen moeten persoonlijk record hebben. En hoe goed is 6:16, wat we net zagen van Spijers? Het is dit seizoen, het seizoen is pas kort, de tweede seizoentijd. Alleen Peter Roes was sneller. Maar met deze tijd is Spijers sneller dan Giotto. Wereldkampioen op de 10 kilometer. Sneller dan Tedjan Bloemen, sneller dan Bergsma. Dus deze mannen moeten nu gaan cruisen onder hun persoonlijk record. 1000 meter, natuurlijk Dijkstra aan de leiding. Maar dertigers. Kijk, Stoltenborg, nu al. De slowstarter pakt nu een 29. En dat heb je echt wel nodig. En Stoltenborg een beetje kennen. Die gaat alleen maar sneller rijden. Stoltenborg is het jammer dat er geen wedstrijden zijn over 15 kilometer, want dit houdt hij lang vol. En dan heeft hij aan Dijkstra natuurlijk een goede gang maken. Hij heeft het goed te maken. 32-01, dat is een tikkeltje te langzaam ook voor Stoltenborg. Als je 30-0 rijdt, rij je 6:20. Je moet onder de 30. Precies. Vorig jaar was de vijfde tijd 6:19. En ik was voor Jansman. En die krijgen we pas na de dwel, rit 9. Ja, het gaat te langzaam. Eerlijk is eerlijk, je moet nu 29ers rijden. Dat is ook precies het probleem van Stoltenborg. Geweldige conditie. Kan dit heel lang volhouden. Maar je moet een bepaalde basissnelheid ontwikkelen. En daar heeft hij nog wel eens moeite mee. En dan blijf je hangen, hoe snel het ook is, op die 6:20. Dat is tegenwoordig dus niet genoeg. 30-5, 30-3. Moeten we dan nu al concluderen dat deze mannen het niet gaan redden? Die gaan niet halen. Kijk, en die tijd 6:16 is echt bijzonder goed. Er waren maar 12 Nederlandse mannen ooit sneller hier in het verleden. En we rijden hier al lang, vaak. En dan heb je nog steeds Kramer, Bergsma, Roes natuurlijk. Maar ook Bosker. Bosker heeft het ooit gedaan. Die mag nog. Snellink, Blokhuizen in het verleden. En zelfs Douwe de Vries. Die staat nog op een lijstje in de top 15 van snelste schaatsers. Op 10,5. Maar 6:12. Ja, maar 6:16 is gewoon een hele, hele goede tijd in deze fase van het seizoen. Zou wel eens nu al de verrassing van vandaag kunnen zijn. En we zijn nog niet eens halverwege. Maar deze mannen reden vorig jaar wereldbekerwedstrijden. 30-9, 30-5. Het is per ronde te langzaam. En dat weten deze kerels. Ze hebben zoveel ervaring. Dit ga je ook nergens meer goed maken. Deel 2. Zo spectaculair versnellen. Dat is de hoge greep. Ja, Stoltenborg had natuurlijk al 6:23 gereden dit seizoen. Dat was een insel. En je kunt je ook afvragen in hoeverre werkt zo'n marathon nog door. Aan de ene kant heeft hij het nodig voor zijn conditie. Aan de andere kant kan het wel eens wat snelheid kosten. De warming up voor Patrick Roest. Die heeft dit jaar al 6:16 gereden. Die schudt ze bij wijze van spreken uit zijn mouw. Maar ook Roest moet daar serieus gas voor geven. En hier zie je goed aan Stoltenborg dat hij eigenlijk niet sneller kan. Nee, dat is precies. 12 ronden tegen die 30-0, dan komt er net niet onder. Maar dit kan hij dus ook 25 ronden. Ja, exact. Dat is het. Staat hij natuurlijk bekend om de marathoncircuit. Hoe krijg je hem een klein beetje sneller? Ja. Ja, moet hij dan krachttraining gaan doen? Kijk, het is natuurlijk niet de meest zwaar gebouwde schaatser. Als je topsnelheid wil opbouwen, heb je dat vaak toch nodig. Iets meer spierkracht. Aan de andere kant, ga je dat doen met zo'n jongen, dan wordt hij waarschijnlijk trager.
En in de marathons is de genot om naar te kijken. Hij valt aan, hij wordt teruggepakt, hij valt weer aan, wordt teruggepakt. En zo doet hij dat 10 keer achter elkaar. Dat is meteen ook zijn handicap, want explosief is hij niet. Niet echt. En als hij aan gaat zetten, dan heeft hij vaak de concurrentie al achter zich. We gaan naar de bel. 38, dus weinig verval uiteindelijk. Een vlakke race, maar geen 29ers. En daarmee ga je persoonlijke toptijd niet verbeteren. Dan rij je weer een goede 5 kilometer, want dat is het wel. Maar eigenlijk zit hij al een tijdje aan te hikken. Tegen die grens van 6:20. En dat zal vandaag niet anders zijn. Het is ook geen verbetering van zijn beste seizoentijd. De 6:25.4 is voor Stoltenborg eigenlijk maar, en hij steekt meteen zijn tong uit, een gemiddelde tijd. 6:31.6 voor Dijkstra is onder de maat.